Kijk, ik heb nog wat rafeltjes eraan laten zitten, want dan kun je zien dat het uit een 3D printer komt. Dit is schroefdraad met een vleugelmoer en een gewone moer en een sluitring. Kijk, het past echt perfect. Je kunt het gewoon gebruiken. Ja, je moet natuurlijk niet mega kracht op uitoefenen, maar het is behoorlijk sterk. En het loopt zeer goed. Het is niet dat er braampjes aan zitten of zo. Dat is echt, je ziet wel, met één vinger kan ik hem ronddraaien. Ik ga natuurlijk de braampjes er nog afhalen. Maar perfect. Geweldig dit. Ja, dit is echt leuk. Moet je ook kijken hoe perfect het boutje eruit ziet, hè? Het is echt fantastisch. Dit is geprint op de hoogste nauwkeurigheid. Dat is op 0,02 mm. Het is gewoon PLA filament, hè? Het is niet heel bijzonder of zo. Ja, ik vind dit machtig mooi. Het doet wel 2 uur over zo'n boutje, hè? Maar goed. Nou, anderhalf. Maar dan heb je ook wat. Nee, echt. Ik weet niet of ik er veel van ga gebruiken. Want ik heb nog heel veel boutjes. En die zijn van staal. Dus dat is toch wel net iets beter. Maar ik zie hier toch wel toepassing voor, hoor. Als je dingen niet wilt beschadigen of zo. Maar het is sterk. Het is hartstikke sterk, het spul. Geweldig.